De Leeuw en het Lam, 31 augustus. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal hij niet doven. Totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning, en op zijn naam zullen de heidenen hopen. Matteüs 12, vers 18 tot en met 21, waar Jesaja 42 wordt geciteerd. De ziel van de vader loopt over van vreugde als hij vertelt hoe vol mededogen zijn zoon is, en hoe hij als het toonbeeld van zachtmoedigheid de plaats van een dienstknecht inneemt. Als het riet geknakt is en bijna breekt, zal deze knecht het voorzichtig vastpakken en overeind houden totdat het genezen is. Als de vlaspit smeult en nauwelijks nog warmte geeft, zal deze knecht de vlam niet doven, maar een beker van zijn handen maken en daar zachtjes doorheen blazen, totdat het vuur weer brandt. Daarom jubelt de vader het uit: zie mijn knecht in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Niet alleen de majesteit van zijn zoon maakt dat de vader zoveel schoonheid in hem ziet, en ook niet alleen zijn zachtmoedigheid. Het is de manier waarop deze twee eigenschappen zich perfect tot elkaar verhouden. Als de engel in Openbaring 5 vers 2 het uitroept: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Is dit het antwoord: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Vers 5. God schept behagen in de kracht van de leeuw van Juda. Daarom is hij in Gods ogen waardig om de rollen van de geschiedenis te openen en te ontvouwen wat er in de laatste dagen gaat gebeuren. Maar het beeld is nog niet compleet. Hoe heeft de leeuw overwonnen? Het volgende vers beschrijft hoe hij eruit ziet. Te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Jezus is de vreugde van de vader waard als de leeuw van Juda, maar ook als het geslachte lam. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.